Toevallig waren we even oud. We kwamen allebei uit Amsterdam. We waren allebei Ajax-supporter. En dus we hadden allemaal... Waar is het bij hem net verkeerd en bij jou net goed gegaan? Als je het zo... Ja. Wat is dat? Wat is dat? Nou ja, dat vond ik ook het fascinerende. Dat ik dacht van waarom is deze jongen die hemelsbreed 8 kilometer verderop is geboren. Waarom is hij een ontvoerder geworden en ik een journalist? Dat vond ik een hele intrigerende vraag. Het antwoord? Nou, misschien kan ik dat het beste vertellen aan de hand van een voorbeeld. Ik ben opgegroeid in Amstelveen. Ik woonde in een keurig gezin, keurige straat. Ik haalde wel kattenkwaad uit. En zo nu en dan leidde dat ertoe dat de politie bij mij aan de deur kwam, bij mijn ouders thuis. En ik weet me nog heel goed te herinneren dat het allereerste wat mijn ouders altijd zeiden als de politie aan de deur was geweest, waren ze boos. En dan zeiden ze, wat moeten de buren hier wel niet van denken? Daar maakten ze zich zorgen over. Dat kon niet in een goede buurt. Nou, toen ik met Cor van Hout in contact kwam en met hem sprak, en hadden we het over dat soort situaties. En hij woonde in de Staatsliedenbuurt. Dat was een buurt waar mensen geen naambordjes op de deur hadden staan, want dat maakte het de deurwaarders veel moeilijker. Die konden dan moeilijker vinden waar ze moesten zijn. En Cor van Hout was natuurlijk ook een jongen die op zijn 14e, 15e kattenkwaad uithaalde. En er kwam ook politie aan de deur. Maar bij hem ging het dan anders. Als de politie weg was, dan kwamen de buren naar hun toe. En wat zeiden die? Wat moesten die klerenleiers hier? Snap je het verschil? Dat is de omgeving. Snap je het verschil? Context. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij een andere kant is opgegaan. In zijn kringen waren de politiemensen klerenleiers. Ja. En in mijn opvoeding vertegenwoordigde de politie het gezag